We zijn blij dat het kabinet vorige week besloten heeft dat alle ondernemingen weer open mogen. Alleen het kabinet ging daarbij in tegen het OMT-advies en heeft vervolgens gevraagd aan de samenleving: dit kunnen we doen, maar dan moeten we met z'n allen zorgen dat u beter naleefgedrag heeft. Ook in Nuspeet willen we daar proberen handen en voeten aan te geven. De winkeliers en de alle ondernemers zullen in hun onderneming toezicht moeten houden dat de regels nageleefd worden. Als gemeente gaan we hen daarbij helpen. Maar boven alles vinden we het heel belangrijk dat ook iedereen die op bezoek gaat bij een winkel of een ondernemer, dat hij zich aan de regels houdt. Ook namens Horeca Nederland zijn we hartstikke blij dat we weer voor een groot deel open zijn. We hopen uiteraard dat iedereen zich ook nog aan die maatregelen blijft houden. Zodat we straks ook de hele horeca open krijgen en ook langer dan 10 uur. Dus houd zich vooral aan de regels en zorg ervoor dat we weer helemaal open gaan. Burgers en ondernemers zijn natuurlijk hartstikke blij dat de boel weer versoepeld is. Betekent wel dat er ook meer gecontroleerd gaat worden. En om het de ondernemers nou niet extra moeilijk te maken, doen wij ook vanuit de ondernemers een dringend verzoek op de burgers, op de inwoners, om zich echt aan de regels te houden. Want die horecazaken en de winkeliers en al die ondernemers, die willen graag open. En als er dan op 8 maart een eikmoment is weer, dat er dan niet weer opnieuw een lockdown komt, maar dat we dan verder kunnen versoepelen. Daar moeten we echt met z'n allen voor werken. En dat kan. Maar maak het dan die ondernemers alsjeblieft niet te moeilijk. Ondernemers van Nunspeet, we zijn er bijna. 8 maart is weer een eikmoment. En laten we dan hopen dat we alles open kunnen doen. De horeca, evenementen en gewoon geen lockdown meer. We moeten ons best doen. Mondkapjes op, handjes wassen, afstand houden. En zodoende komen wij door deze coronacrisis. In de gemeente Nunspeet doen we het samen.